Ja, trainer Wout Ooms. Het was wel een wedstrijd, zeg. Ja, ik weet niet hoe jij het van de kant hebt beleefd, maar het is voor ons als een teleurstelling verlopen. Eigenlijk vanaf het begin al. Voelen we ook niet echt sterk starten. Maar oké, we pakken het redelijk op en dan sta je binnen een half uur sta je met 10 man. De 2 gele kaarten van Nick. Ja, en dan weet je dat het een moeilijk verhaal wordt. En dan probeer je de rust te halen. Nou ja, prima. En de dingen goed neer te zetten. Nou ja, ik denk dat we dat gedaan hebben in de tweede helft. En dan komt er een hoekschop en dan valt toch die 0-1 binnen. En met een stilstaand moment. Terwijl je dan eigenlijk gewoon kan zorgen dat je allemaal even staat. Want zij houden de heus nog wel 2 of 3 achter. Of, nou kun je, weer zo'n zure goal in de laatste fase, een minuut of 5-6 voor tijd. En, terwijl je zelf ook het moment hebt om de 1-0 te maken. Ja. Ja, ik hoorde je van de kant roepen van de scheidsrechter geeft telkens de verkeerde speler een kaartje. Je was niet helemaal tevreden over de scheidsrechter? Nee, maar duidelijk. Kijk, ik denk dat iedereen geen ordinaire schoppartij hier heeft gezien. En dan geef je aan SVS 7 gele kaarten en aan SSS eentje. Ja, dat verschil is mij te groot. En een gevalletje is daar dan voor de dugout. Dan is er een beetje geduw en getrek en weet ik veel wat er gebeurt. En dan geef je alleen SVS een hele kaart. Denk ik, ja, dat vind ik al met 2 maten meten. Nou ja, dus ik ben niet tevreden over het scheids, maar buiten het feit zijn er ook zelf bij, ook zo'n cornerbal. Ook al had ik de scheids niet nodig om hier een resultaat neer te zetten, ook met 10 man niet. Dus. Het leek zelfs in de tweede helft spelen jullie de hele wedstrijd met 10 man, maar jullie waren gewoon eigenlijk beter. Ja, nou ja, dat is wat ik zeg. Qua organisatie stonden we goed. We kozen voor 2 lijnen van 4 en met Raymond ervoor. En dan proberen in omschakelmoment Raymond te bereiken. Bal vasthouden, aansluiten via toch in middenvelders die erbij komen. Vandaar ook de wissel met Jonah voor Roy. Toch wel iemand met meer diepte. Ja, ik denk dat we heel goed stonden. We gaven ook niks weg. Ja, dan komt dus een cornerbal en dan is het toch een goal. Dus ja, ja. Zuur. Ja, als laatste vraag. Het leek alsof er een soort onderlinge spanningen waren. Het was heel hard en heel fel. Ik weet niet, is er iets vooraf gebeurd? Of? Nee, maar oké, we hebben ook SS. En, het hebben we ook wel mannelijk gevoetbald. En een scheidsie die moet daar een beetje gevoel bij hebben. En wat ook. Natuurlijk, het was een onbesuisde overtreding van Nick. Maar hij had hier misschien nog wel maar weg kunnen komen. Met een veel, let op, de volgende weer van mij. Ja, het is gelijk 2 keer geel. Die 2 keer geel is voor maar binnen 10 minuten. Heb je geen gevoel voor iets? Nee. Nee, goed, dankjewel. Ik wil je niet langer ophouden.